Rode Vlaggen en Mao Zedong. En dat betekent dat er geen twijfel over kan bestaan in welk land ik op dit moment ben. Ik sta hier in het uiterste westen van China, meer dan 5000 kilometer van Peking, aan het begin van een lange reis door het land wat straks de Olympische Spelen zal gaan organiseren. En ik wil dit land beter leren kennen. Ik wil een beter inzicht krijgen in de maatschappelijke verhoudingen, de cultuur en de gewoontes van China 2008. Mijn reis begint in Kashgar, een stad in het uiterste westen van China. Van oudsher bevolkt door Oeigoeren, maar dat is snel aan het veranderen. I was told that there lives a lot of Uyghur people here in Kashgar. But I saw a lot of Han Chinese as well. So what has changed over the last decades? Bizle bek ana at orlatsiq demigimiz yaxshi. Mashin deb taslab yaxshi. Haqiqatan deylik. Of course I bek chiqsinsek bo'lmaydi. Shunami? Bek chiqsinsek bo'lmaydi. Sözü sek yaxşı yana sizlə kitslə. Bəkçik sözlə qalsaq olmaydı. Biz gün sifətən. I know interesting. Çox məsləyi görüb qaladı. Wel het meer heeft van Turkije, maar in dit gedeelte van China wonen de Oeigoeren. En het zijn allemaal moslims, het is vandaag vrijdag, het is een feestdag. En daar is de moskee, dus ik denk dat ze ook op weg zijn naar die moskee. Is this typically Uyghur music? Uyghur music. Yeah. What is an Uyghur? So can you explain to me, what is an Uyghur? Uyghur is Yaxia. Friendship nationality. Dunya Yaxia. Minority nationality, yeah. Do you feel yourself as a minority in this province or in this country? Korte tijd hadden de 9 miljoen Oeigoeren hun eigen land. Maar daar kwam een einde aan toen Mao in 1949 het gebied inlijfde bij China. Kashgar ligt in een economisch belangrijke regio. En de Chinezen willen ten koste van alles voorkomen dat de Oeigoeren zich afscheiden. De afgelopen decennia zijn miljoenen Han-Chinezen naar dit gebied gekomen. Maar er is spanning tussen deze bevolkingsgroepen. En de Oeigoeren en Han-Chinezen, ze leven totaal gescheiden van elkaar. Tussen de mensen op het plein ontmoet ik Kabila Jan Kurban. Hij is een 51-jarige handelaar uit de omgeving van Kashgar. Hij vraagt of ik met hem mee wil naar het vrijdaggebed in de Itka-moskee. De grootste moskee van China. At what time does the prayer start? Juma vakti saat 1:00 taat 1:30 kusi oqulib buldu. Good morning. Michelle, mom, may I interest? No. We can't film inside. But we have permission of the government to film everywhere in China. We have a special permit. He has no right to say okay. Just we chatting with the government. Government thing okay, and the government say to her, yeah. Okay. Okay. Well, it's a pity. Als voorbereiding op mijn reis heb ik gesproken met Oeigoerse vluchtelingen in Nederland.
Ze hebben me gewaarschuwd dat het moeilijk is Oeigoeren te vinden die openlijk zullen vertellen wat er werkelijk speelt in Kashgar. That is a tea house full of men. Oké. What about there? All the men is we were here. Mensenrechtenorganisaties melden dat Oeigoeren behandeld worden als tweederangs burgers en dat kritiek door de Chinezen niet wordt geduld. And who are living here? En no Chinese. Patat me zo, maar ze willen me zo. Uyghurlar ze willen me zo. Ik ken bij Uyghurlarga besmetslip, setip, setivelip, dus ik heb bina zelip bina ne en dit zijn bolig. Kmet baad de setip eigenlijk je. Enak. Maar this tea is honey with it. Maar is honey sugar. And you can put it in the tea. Oké. Ja, dus is het af. In what way has life changed since the arrival of the Han Chinese? Onu tuluk tasavvur qırılmaydı bizdik işini alırlar. Bizde fakat bu yerde yerimiz var deyip yagil işleyemez. Ula müşahid yavakin deyip hizmetke onun bunun çıkıp. Hiç bulmadı diye vakti bir yerde bir şirket olsun içip. Başkalarını setiyle aynı okuş bitirip geldiğinde setiyle bozma başka işli olsun da şavçı o içip onu bunu setip aşağıda şu aylıkını setiyle işletirim. Pulunu deyken kıpa geldiğinden o işgirdin pulunu malını bu yolu seleyip geldiğinden bizim Uygurlar indikizden bu hizmet uğurlaşan mı kalla biz şunun kulu işleyemiz hem de. Ulunun pulu boğandın ki, pul diken kanda yani seti olaydı, sen seti oladı kanka. Fakat ulunun ağırını var, işte uğurlaştırdıkan şu, bizden daimiz şulu boğandın ki, ulunu iştigerek uğurlaştırdı. Bizde amal yok. And does that mean, generally spoken, that the Uyghur people are more poor? Çoğunca ettin elip et kalakta, mandak yap. Hanzo çırıp hazır bir bankadan pul alaylam dep kıp kalsa neç pul olsa hep gidiyor. Onun deyken kıpır alaydı. Fakat biz Uygur çırıp bankadan pul alınan desek biz bir de beğenmeydi. Onda boğandı iken ula sal yakşırak bizden. Onunki how do you feel by the Olympic Games organized in Beijing? Uyghur nisbeten o ant çoğunu mehs. O Hanzulunun özüne şey mi? Dünyavi işler o. Bizim Uyghur dihalla onu düşünmeyimiz. Onu asası biz onu ancı bilip bilmemiz o işlerini. Bunu yaman çok okullu bilmese biz maddi adamlar onu taze bilip bilmemiz. Na de thee gaat Kabila Jan Kurban naar het vrijdaggebed. Ik mag helaas niet met hem mee. Zijn openhartigheid heeft me echt verrast. Okay, it was a pleasure meeting you. Hij is kritisch over de bevoorrechte positie van de Han-Chinezen ten opzichte van zijn volk. Ik hoop dat zijn eerlijkheid hem niet in de problemen zal brengen. Overal in Kashgar is te merken dat de Oeigoeren en de Chinezen langs elkaar heen leven. Er zijn Chinese en Oeigoerse wijken. Ambtenaren zijn bijna allemaal Chinees. En de boeren, dat zijn bijna allemaal de Oeigoeren. En iedere groep heeft zijn eigen krant. So what is this? This is a Kashgar Daily. Yeah, Kashgar Daily held a Chinese one and a Uyghur one. This part is Chinese, that part is Uyghur. This is the today's newspaper. Yeah, today's newspaper. Yeah, this is the Uyghur language. Yeah, Uyghur language I can read. And the Uyghur character seem like the Arab character, Arab letter, you know? Okay, yeah. And it's the same newspaper or? Yeah, it's same, the Uyghur and the Chinese translate. Okay. Yeah, the same one. And this is about Olympic Games, you know? In the Spain, so many people, so many overseas Chinese to welcome the torch. Yeah, yeah, yeah. Okay. Olympic torch, yeah, yeah, okay, yeah. Because there were also some demonstrations, eh? Mm-hmm. They welcome it to Spain. Okay. Yeah.
Na het vrijdaggebed verzamelen bedelaars zich voor de moskee. Zo'n 15.000 Oeigoerse moslims hebben de dienst bijgewoond. De aanwezigheid van een buitenlandse cameraploeg is niet onopgemerkt gebleven door de Chinese autoriteiten. Bij de poort word ik opgewacht door de medewerkers van de afdeling propaganda. We krijgen uiteindelijk toch de gelegenheid om moskee te bezoeken, maar wel vergezeld van allerlei autoriteiten. Dus kritische vragen, ik denk niet dat ze aan de orde zijn. Uiteindelijk krijg ik de mogelijkheid zelfs de imam een aantal vragen te stellen. Hij is aangesteld door de Chinese autoriteiten. En op die manier houdt de overheid greep op de moslims. Achter mijn rug volgen de medewerkers van de afdeling propaganda het gesprek. Het gevolg is een interview dat niet verder komt dan een aantal politiek correcte uitspraken. Het gesprek. Het gevolg is een interview dat niet verder komt dan een aantal politiek correcte uitspraken. And you were talking about your relationship to the Chinese government here, the local government or the provincial government. What can you tell me about that? Mijn Kashka, wilayat boson, shahar boson, Abdul Rahim boson. Her derecede hükümet falan münasebetimiz nahit yakşı. Bizden münasebet yakşı olmasın belki bizden din ve itikad kılıdığan Müslüman anmışsan mı? Parti hükümetke boğan itikadı nahit yakşı. Kanun siyasetki boysunu da parti hükümetinin ki kanun siyasetin çetmemeydi. Achter me volgen voortdurend ellenlange gesprekken tussen de tolk en de propagandamedewerkers. Vraag en antwoord moeten eerst naar het Chinees worden vertaald, zodat zij het gesprek ook kunnen volgen. Iedereen bemoeit zich ermee. Ja, ik zit nog steeds op een antwoord te wachten, maar... shall we go on? Are there delicate subjects? Ja, dat is ook een mesele, joh. Biz zaten moesten we... biri mush ommaning manfaatiga ondan hozirgi vaziyatga muvofiq qanday so'zlasak chekilimi yo'q. Alles mag dus gezegd worden als het maar volgens de regels van de regering is. Of zoals een Oeigoer me later uitlegt, wij zijn vrij in de kooi. Na het gesprek wacht me een verrassing. Shall we go to the old city? Because I would like to do something. Right now? Yeah? Maybe right now I must go. Yeah. You must go. Yeah, because tomorrow I must go back to my school and we have an examination, month examination. Yeah, I just have a call, request me to go back to school. But you surprised me because we have an appointment for a couple of days. Yeah, but right now I had a call from my school, so. Nou, dit is dus bijna niet te geloven. We hebben net dat interview met die imam. Dat ging best moeilijk met een aantal misschien voor haar ook lastige vragen. En direct daarna zou zij een telefoontje krijgen, terwijl ze 3 dagen voor ons zou werken, dat ze nu weg moet om te gaan studeren voor haar examen over 2 dagen. Ik zal nooit weten of het haar eigen beslissing is geweest. Wil ze haar vingers niet branden aan politiek gevoelige onderwerpen? Of is ze botweg vervangen door deze autoriteiten? Zonder vertaler ga ik naar de eeuwenoude binnenstad van Kashgar. Daar stapt onmiddellijk een nieuwe tolk op me af. En weer zijn het de medewerkers van de afdeling propaganda die op de achtergrond staan toe te kijken. Ladies and gentlemen, welcome to Kashgar Old City. First, allow me to introduce myself. My name is Marsali. During this in Old City, I will be your guide. Hier in het uiterste westen van China, op misschien 2 uurtjes autorijden van Pakistan, lag de oude Chinese zijderoute. En die Chinese zijderoute die zorgde ervoor dat de zijde naar de Arabische landen werd vervoerd, naar Rome, Europa. Het was eigenlijk de periode waarin China de wereldmacht bij uitstek was. En nu
is deze weg die net is aangelegd een mooi voorbeeld van de strategische positie van het nieuwe China. Want deze weg loopt helemaal door naar Pakistan. En dat moet leiden tot één verbinding waarin handelstromen over en weer gaan. Het moet iets zeggen over de nieuwe strategische positie van China in de regio, de verbinding met de Arabische landen en natuurlijk uiteindelijk China op weg naar wereldmacht nummer 1. Deze provincie is erg belangrijk voor de Chinezen. Op het eerste gezicht lijkt het een droog en verlaten gebied. Maar onder deze kale, rotsachtige bodem zitten belangrijke grondstoffen. Steenkool, olie en aardgas. Grondstoffen die de Chinezen keihard nodig hebben. Ik verlaat het asfalt en ga naar het eerste dorpje dat ik tegenkom. Dit is Sivayeza. Er wonen 400 mensen. En hier is van de enorme economische groei die China doormaakt niets te merken. Hi, hello. Hello. Hi. Hi, hello. You're Uyghur or? Yeah, Uyghur. Okay, you're Uyghur. Okay. And all the people in the village are Uyghur. And is it difficult for them to survive, to earn enough money for their family? Well, شرايط جربها مثل شلي تغيا بمصاب وزاد كم ترخم بمغامرين. This is not traditional, and this is the village far from is sitting inside, no condition for work. Of course, and so many houses may be enough, of course, and this, but here an economic level very poor, very low. Are there Han Chinese living here in the neighborhood? No, 100% all in Uyghur, no Han Chinese people. Do you speak only Uyghur or do you speak a little bit Chinese? No Chinese? But you're living in China. Biz asasma nemin yaşayamaz biz emdi ma sehra. O khanzula ulan emdi biz köp arlaşmagan ki o ta köp pişenmeyimiz. Okay. Do you have enough space for your wife and your children to live here? We bought. Ben burada çıkavettim işte öteğiz uyu battım yedim arkadaş. Ota uyu salam edip çıkavettim. Oh, and you have cattle? Oh yeah. Sunu koy var mı? Yeah, right. Okay, you have your own sheep. Ben de bu koyunu adet satın ettik şu. 400 koy alıdan. Mal var. 400 yuan. So that's half your month's salary. Maasje? Yeah, of course maybe it's half salary. In de hoogtijdagen van het communisme werd alles gedeeld in de gemeenschap. Nu is er privé-eigendom. En de boeren mogen de opbrengst van hun gewassen zelf houden. Ze vertellen me dat de partij nog wel bepaalt wanneer welk gewas verbouwd moet worden. En dat is niet het enige. Ik heb gehoord dat in deze uithoek van China ieder jaar de zogenaamde hasja gehouden wordt. Er is heel weinig informatie over te krijgen. De hasja geldt alleen voor Oeigoeren. Ze moeten een maand verplicht werken voor de Chinese autoriteiten. Onbetaald. All the Oeigoer, are they obliged to attend the hasja? And the Han Chinese, are they obliged to attend the hasja as well? Yok bilmeyimiz bilmeyiz. I'm not scared. Biz o işkere ölkülük berep, körep bakmakan iken, bilmeyiz, uyanı bakmakan iken fıkmayımız yani. If you don't attend the hasha, what will happen? Hem pul tüleyemez, hem de bizden hem de şöyle diyeceğim deyemez, daha diyeceğim deyemez olur da bugün işim var da, otu botu digendeki bunu kalıp pul tüleyemez hem de. Do you like the hasha? Eşe diyen de kanda edeyim yaktır da. Öyümüz, üzümüzde işimizi kılıvarsak eşeğinin oğanıga. Değilmez hem meyle. Haşa yani, yani terörgez kılıçan da kılıyor. Kılmayıp olmayıp geldim. Did you ever attend the haşa?
Nou valt hier genoeg te zien, maar tegelijkertijd is het zicht een beetje beperkt door... Ja, het lijkt wel mist. Sommigen zouden zeggen smok, maar het is woestijnzand wat door de wind omhoog geslagen wordt, naar beneden valt, omdat het hier windstil is. Ja, woestijnzand in Kashgar. I mean, how important is this local market for the people here? The local market is very important for the local people. And I see only Uyghur people. Am I right? Yes. Why aren't there any Chinese? And because 90% of the countryside the people is the Uyghur. It was testing. It's testing? Yeah. But I've never seen this before. It's really amazing. Is it to show what his horse can do, or...? Maybe he just want to buy his horse, and yeah. He just test it before the people to show his ability. Ability, yeah. How does it taste? Is the taste good? It's very tasted very good. And what is it? What is inside? So it is bread and then it's a kind meat. Of soup? It's soup. Meat. Meat, yeah. Okay. Meat soup. Meat soup. Yes. Okay. What is your feeling, or what is the feeling of the Uyghur people that a lot of people from the other part of China came to this province? It gives some pressure to the Uyghur people who lived smoothly and who lived as they are like. Now they are how to learn Chinese, how to do work harder than before, and they learn to how to live. And it is one of side is the pressure, one of side is good things for them. The Chinese government invests a lot of money here in this region. Yes. Well, has it become more difficult to express your feelings as an Uyghur, to speak your language, to express your cultural habits in a situation that million and million of Chinese people came to this region? That must have changed the well, the situation over here, I suppose, or not? How to say, our culture is mixed with the Chinese, but I believe the government don't don't do anything to violate our culture. Mm-hmm. And because our Uyghur language, Uyghur and Xinjiang is a part of the China, and our culture is also the culture of one part of the Chinese culture. Yeah.
you can feel this, you can feel the quality of this carpet. Oh, wow. 100%. Dat voelt zacht, zeg hij. 100% silk, yeah. But how long does it take to make a carpet of, for instance, let's say 1 meter? For this piece, this is a 1.5 meter by 2 meter. Yeah. Takes this lady 6 months. Can you give me an idea about this? This one we sell at 12,000. Oh, we are from the Netherlands and always interested in the prices. 1,200 euro. Yes. Dit is Su Huapeng, een 31-jarige Han-Chinees. 3 jaar geleden liet hij Peking achter zich en begon zijn eigen zaak in Kashgar. This is unbelievable. En de zaken gaan goed. Zijn tapijthandel is nu al de grootste van de stad. Do you feel yourself as a stranger here in this part of the country? You know, first year when I come here, when I go outside, go outside, meet the many people, their different language, the different way to live in. The daily life is much different from the east of China, much different. Their food, their clothes, habit is totally different. So after a couple of years, you're getting to use it, used to it, yeah. And while off camera, there, I've met a lot of people, and they told me something about, well, the tension in the relation between the Chinese people who arrived over the last decades to this city and the Uyghur people, well, who lived here for years and years. Do you recognize that a bit? No. No? No. I think so, even for some Chinese people, Han people, moved from the east of China to west. This is the western part of China. Yeah. They come here, Uyghur people, they're also very happy. Why? Because Han people come here, they bring a lot of good things or very advantaged things come here. They can help Uyghur people. They can help each other. Yeah. All the people come here, they're all willing come here, to come here. There's no one was forced by someone or by government to come here. And what is their most important motivation to move from the eastern part, well, 5,000 kilometers further to the west? Support by the local government. Yeah. You can make more money here. Yes. Not compared with the, like those Beijing or Shanghai big cities, that place is more challenging. So this is for this area, we do the business is more easy. More easy, and maybe more profitable. Yeah. Su Huapeng is een van die miljoenen Chinezen die met gunstige belastingregels gestimuleerd zijn om duizenden kilometers te verhuizen en hier in het westen van China de business te beginnen. En daar waar dit een stad was, die vroeger voor 100% uit Oeigoeren bestond, bestaat die nu voor 30% al uit Chinezen. En men praat wel positief over elkaar op de camera, maar als je ze in een cafeetje spreekt, dan ligt het toch allemaal complexer en gevoeliger. Want de Chinezen hebben de betere banen, de Chinezen hebben de betere opleiding. Ja, en wie betaalt, bepaalt. Dat geldt ook in China. En de reden dat de Chinezen dit doen, ligt toch in het feit dat ze doodsbang zijn voor afscheiding van minderheden. Hoe gevoelig het allemaal ligt, blijkt als ik terug in Nederland met een onafhankelijke tolk de werkelijke vertaling hoor van het gesprek dat ik had met een Oeigoerse pottenbakker. Op het moment van het interview ervaar ik het als een oppervlakkig gesprek met veel beleefdheden. Maar het tegendeel blijkt als de antwoorden van de pottenbakker correct vertaald worden. How important is it, well, to develop your own language and your own culture here in China for you as an Uyghur? Bizlarni buni so'kib ketadiganga yoki nuqisaq bu yoki sani emas yoki biz shu siyosiy bilan shug'ullangan odam emas. Ana yaxshi. Biz tushunchilik deb to'g'rimiz yaxshi. Biz pufra. Bir chiqib ketsak, matelimiz chata qoladi. Bizga besim bo'lib qoladi, demakchi. O'zimizga o'zimiz besim qilib qolamiz. Balkim keyinchalik xalqaroqqa chiqib qalsa, ba'zan gap so'zlar yaxshi emas bizlar uchun. Nurg'i ishlar shunday bo'lib qoldi emasmi, aslida. Rasuzlik kelganlikdan. Qag'insizlar o'zlari yassizlar bo'ldi, misol uchun. Gapni.
Because this is China. China area, there is a 56 nationality. 56 nationality very harmony. Very good. Оны біз бек чық мандат деп шық тәсі шуды дейсек, бір адам бір адамның қазір шықыпла мандат деп хата болып қалды дейсі, яқшы емес біздің мәдениетімізге нисбетен. Башқа дәулетті дейсі ма біздің мәдениет деймейміз. Қағыны өздер ясла, кепті. Шоң мен кепті өздер ясла деп қояды ма қалас. You just say it and it's very difficult. But I love my country. Because it is very harmony is very harmony country, such as the country, there is a 56 flower. Flower can open together. If and beside this one flower, I think in the 56 flower can open together. Ik vervolg mijn reis naar Urumqi, de hoofdstad van de provincie. Vroeger woonden daar vooral Oeigoeren. Nu bestaat de stad al voor 90% uit Han-Chinezen. In Urumqi wil ik de familie van Rabia Kadir spreken. Zij wordt moeder aller Oeigoeren genoemd, omdat ze het openlijk opneemt voor haar volk. De Chinezen zijn niet blij met haar. Zij zelf leeft in ballingschap in Amerika. Maar haar kinderen zou ik mogelijk op de tweede verdieping van een restaurant in Urumqi kunnen ontmoeten. Can I talk to Paul, please? Hallo? Paul, vertel even wat er aan de hand is. Nou, wij waren daar op die tweede etage en toen hadden wij wat rondgevraagd. Toen moesten we daar even wachten, want er zou iemand komen. En toen hebben wij daar een tijdje te wachten. En toen kwam er een politieman in uniform met een paar andere mensen erbij. En we zitten nu om de hoek van die plek in een politiebureau en ik word nu ondervraagd en ze weten nu in welk hotel wij zitten en ze vragen nu wat we aan het doen zijn. Ze vragen ook een beetje hoe ver ik moet gaan, maar ik doe nu maar even nog coöperatief. Over 4 weken beginnen in Peking de Olympische Spelen. Om China beter te leren kennen, maak ik een lange reis door het land. Die reis begint in het uiterste westen. Je waant je hier eerder in Turkije dan in China. Van oudsher wonen hier islamitische Oeigoeren. Maar de taal en cultuur van de Oeigoeren staat onder druk. Miljoenen Chinezen zijn door de overheid gestimuleerd naar deze provincie te gaan. Zo willen de autoriteiten controle houden over de provincie Xinjiang. Oeigoeren worden behandeld als tweederangs burgers. Оны біз бек чық мандат деп шық тәсі шуды дейсек, бір адамның қазір шықыпла мандат деп хата болып қалды дейсі, яқшы емес біздің мәдениетімізге нисбетен. Башқа дәулетті дейсі ма біздің мәдениет деймейміз. Қағыны өздері ясла, кепті. Шоң мен кепті өздері ясла деп қояды ма қалас. Mijn reis leidt naar Urumqi. Zo'n 20 jaar geleden nog een provinciestad, nu een moderne metropool. Het zijn echter niet de Oeigoeren, maar vooral de Han-Chinezen die van de nieuwe welvaart profiteren. Dit is Urumqi, de stad die echt over je heen valt. Het was misschien 10 jaar geleden nog een provinciestadje waar de minderheden, de Oeigoeren, in de meerderheid waren. En waar de Chinezen de afgelopen jaren ongelooflijk veel geld in geïnvesteerd hebben. En dat zie je, dit is eerder Amerika dan een vroegere Chinese provinciestad. En er wordt gigantisch gebouwd.
De stad heeft een totale gedaanteverwisseling ondergaan. So do you have any idea about the distance from here to the cave? At least 500 meters. 500 meters. Hey. Okay. What is the maximum? 这个你最长可以放多少米啊? 最长可以放到2800米。 2,800 meters. It's almost 3 kilometers. 风可以看不到了。 Where are you from? 老家是河南的。 Hunan province, but that's far from here. 2,000多公里,3,000公里。 Wow. And when did you come to Urumqi? 你什么时候来到乌鲁木齐的? 65年。 Why did you decide to come to Urumqi? 有些资源边疆建设。 我们是中国青年，要保卫中国领土。我们当兵来了，对，我们是毛主席的兵。 Oh, you were the soldier of Mao. And would you be able to describe the differences between, well, Urumqi at that time and, well, nowadays, so 2008? What is the difference? 现在世界发展了，中国也在发展嘛，一年比一年好，乌鲁木齐。那现在那个前几年，以前是没有这么多楼房的。哎，对。 也可能也没有这么多汉族人的，这个嘛，祖国嘛，都是一家嘛。 And what would Chairman Mao think if he see what is happening here? 毛主席肯定要高兴了。 He must be very, very happy. Really? But this is capitalism. This is not socialism, right? 啊，辣的啊，辣的。这个从表面上看，你从一个城市建设看。 他不能说明他这就是，他是什么社会，要从这个灵魂的深处，才知道什么叫为人领导中国，赚钱了，解放了，中国的穷人有饭吃了，饿不死了，这就是为人的成绩。 The achievements of the great leader, he liberated the country, and the poor people can have enough food to eat. That's his greatest achievement. Are you still in favor of Mao Zedong and his thoughts? 哎，对，我还是很崇拜毛泽东。 He still adores Chairman Mao. Deze kolenmijn is een voorbeeld van hoe belangrijk de afgelegen provincie Xinjiang voor China is. Want deze provincie barst van de kolen. En de booming economy van China vraagt om kolen, om olie en om mineralen. En daarom hebben ze ook zo gestimuleerd dat Chinezen van andere delen van het land naar deze provincie kwamen om onder andere die kolen hier uit de grond te halen. De reden dat de Chinezen dit doen, ligt toch in het feit dat ze doodsbang zijn voor afscheiding van minderheden. Ni hao. Ni hao. Ah, please sit down. Oh, no. Okay, you sit there. Sit down. Are you all coal miners? You all work in this mine, right? No, not in this mine. Where are you from? We are from this mine. Not from this mine. This is our coal mine. Coal mine, coal mine. Is it a heavy job? And where are you from? We're from Qinghai. Qinghai province. To the west, near Tibet. And why did you come here? Xinjiang, to earn money. Which year did you come? I've been here for 2 years. They came here about 1 year ago because they heard that it's easy to make money here. Are there other advantages here in this province? 没有. No. And how much money do you make? 那不一样，那个就看这个，就像我们这个卸车这个，看他一天来车来多不多，车来多了挣多，车来少挣少。我知道，那有一个范围，比如说最低是多少，最高是多少？一个月就2000多一点吧。
Okay, well, that's good money. 反正这个其实还不错哎，其实比这更好的活也多得很呗，就只不过这个就是自由一点呗。 And what do you prefer, more money or more freedom? 那可选一选，肯定要更多的钱呗。 More money. More money. Real Chinese 原油, 含水的原油. How far is the oil here under the ground? 这个谜比较深, 大概有个, 几千米吧。 Couple of thousand meters? 差不多吧。 这口油井就是正在生产的一个抽油机井, 这个抽油井。 25% of China's oil is coming from this province and 40% of the coal. Can you tell me a bit more about the impact for the economic growth in China? 应该说新疆的发展，新疆油田的发展，肯定是全国各种人民，包括政府，那肯定是从经济上、政治上各方面给了大力的一个支持的结果。克拉玛依油田开发已经50多年了，克拉玛依建市今年也是50年。 那个当时的这个整个这一块的这个发现了，这是应该说克拉玛依是新中国成立以后发现的第一个大油田，但是我的父亲50年代就来到这搞石油开发。这就是一个你看没有一个天线发射的，这是一个传感的，你看这一个传感信号接收的一个，然后通过那上面有一个感天线就发射到刚刚那个中控室去了，中控室就可以接收了。 Well, this is the central control room. And how many wells do you have in total here in this company? 这个在你这个三百人这里有多少个井啊？一共有多少个井啊？我说句不好跟你说嘛。 Commercial secret. Commercial secret. I'm always interested in commercial secrets. 就是他总是在问你商业秘密。来做一些采访，先到咱们食堂来看大家就餐的环境。Can I take this one? Yeah. Okay. Thank you. 你好，服务员，来把这最后这块给收一下好吗？谢谢，过来一点。啊。 Boss, thank you very much for joining. Oh, can you explain to me what is your profession? 原油处理师。They deal with the crude oil. 怎么样处理呢？我们用机器啊，设备嘛。用设备。比如说油从井里面打出来以后，然后都是啊，是家老家都在哪里啊？ Oh, from all different regions. Some of them are from the East Coast. She's from East Coast. She's from the East Coast. And 是我们是这样子，我们是上一个就上八天班，休息六天，我们是12个小时工作制。哦，上八天班休息。哎，我们来上来以后就不回去了。哦。是这样。来，回去休息。那小孩子住在市区里。哎。 And when are you going back? 我今天就回去。 Today. Today. So the 8 days are over. 那八天结束了，马上就有6天的假。 How long does it take by bus to Urumqi? 从这到基地是1个半小时，再从基地到乌鲁木齐是1个小时，就是2个半小时才能到乌鲁木齐。
follow you. This is my kitchen. Nothing is in there. It's just kind of chaotic. This is the living room. Yeah. This is my bedroom. This is her room. You can visit it. It's your room. Yeah. Your bedroom. You can visit it. No problem. This is her son's room. But where is your son? 对，不常回来，是在老师家，就是住到老师家的，就是周末才回来。 Can you explain to me why does he live at the teacher's home? 就说是这样子，因为像我们都是夫妻双方都在野外上班，就说是不经常在家的，就说这样子放到老师家，就是老师可以管学习啊之类的。 And what can you tell me about the profession of your husband? 你的丈夫是做什么工作的？ 也是和我一样是都是在石油上工作，工种都是和我一样的。Her husband also works in the oil field. And does he come home every evening? 他每天晚上都回来吗？ 不回来的，也是一个星期回来。He came back once every week. Okay, so he is only the weekends at home. 他就周末在家。对，就是基本上就是说一个月我们能见上两到三天。嗯，basically we can stay together for about 2 or 3 days every month. Well, then you have to pay a high price. 嗯，他这个代价挺大的。就是没办法，我们都习惯了，互相能理解。Oh, that's a bit sad. 但是要学会坚强的。We have to be strong. Learn to be strong. 上这把走。Okay. 那是 eigenlijk een hele leuke Chinese middenklasse flat, waar er een heleboel van zijn, populair. En, maar ja, ze zijn nooit thuis. Ze maken er eigenlijk nooit gebruik van. So are you in close contact with your neighbors? 没有，因为我是上一个星期休息，一个星期不在的，所以说。 就没联系过。 But does it mean that everybody lives more or less isolated here? 对对对，都是就说都在自己的小空间里面。 Are there only Han Chinese people living in these apartments, or also Uyghur people, or people from other minorities? 维吾尔族是特别特别少，基本上都是汉族。Basically Han lives here. Why? 这个小区就是基本上是。为什么主要是汉族人住？他就说是他们维族人就是喜欢那种群居的那种生活习惯，他们就是。 比方说，他们有一个小区，就是自己小区，基本上都是维族特别多，汉族特别少。So they live more or less separated? 嗯，对对对，因为就说是像汉族人，他们就说是生活习惯和他们少数民族不一样，就饮食方面都不太一样，他们就是不太习惯汉族人身上的那种味儿，语言不同，沟通起来比较困难。What do you prefer to do? Well, if you're free. 逛街。 Shopping. Shopping. Okay. Well, show me the shops in the city you like most. Would you do that? 没问题. No problem. 这是体现中国的经济发展，说老百姓都进到楼房里面来住了，这有什么不好的呢？您是业主，这表现的。可以说可以啊，现在最说可以啊，不是外国人开过去就是，拿过去就咋说我们中国了？这怎么说这么好的房子，能怎么？你们是，你们有什么说嘛？他一个手续呢，你干啥一个手续？你说我们这个奥运会的这叫奥运会的这叫。我说的意思是有手续，你们到这拍你嘴话，维斯班。What are they saying? 维斯班领导。你们知不知道国务院有一个17号文件，就是在奥运期间。 外国记者是有权拍摄的，而且我们确实也已经经过了这个外事办的领导的马主任的许可。昨天我们还去了市委宣传部，那个领导都陪着我们，我们还准备去这个采访乌鲁木齐市的市长。你说这个我们有什么不合法的地方吗？我们都要去采访市长。我们不是说，你在这样说我作为一个小姑娘，我自己也是中国人。你们没有通过这里，我自己是中国人。如果他们做任何的就不好的事情，我很生气的。
look, she's very polite. Thank you. A lot of Han Chinese came to this province, and I would like to know why. 对，我父亲是就说是在部队上转业以后就到这边来了，就到新疆来了，支援边疆。 Support the construction of Xinjiang. People who decided to relocate to this part of the country, to the Xinjiang province, do they have special benefits, financial support from the local or national government? 有边疆津贴，像我们都有。 Oh, and what do you have? What kind of support do you get? 就说是因为我们这和温奇不太一样，他们温奇的我不太清楚，像我们是都有，因为就说是我们有野外补贴、边疆津贴什么乱七八糟的，跟他们温奇的不一样的。嗯，有的人就觉得好像新疆在我们眼里，就说是外地人给我们的感觉是觉得新疆比较落后，不愿意到这儿来，觉得而且再加上这儿的地理环境也没有口里的好，所以说有的人不愿意到这儿来。 In what way has life changed here in this province after the arrivals of a lot of Han Chinese? 变化挺大的。首先就说是在你的吃的方面要比以前好得多。就说以前就说是，我记得在我小时候就说是吃肉都是凭那个肉票去买，然后是要排队。现在就说可以随便买的。 就是它就是像我们新疆，就说是流行什么东西，一眼就可以看出来，就说在这个地方，就说可以看出来，就说流行什么东西都在，基本上都在这儿了。Ik ben hier maar dit is echt een dure zaak. Dus even pizza or Dolce en Gabbana. But this is all very expensive. 可以，就是有的是挺贵的，它好多就是那种品牌，自打几折，打八折，这就粉色的，是吧？啊，这款就是粉色的。Door de Olympische Spelen zijn alle ogen van de wereld gericht op China. Tal van organisaties maken van de Olympische Spelen gebruik. Aandacht te vragen voor de schendingen van de mensenrechten. In China is het eigenlijk onmogelijk daar kritiek op te geven. En wie dat toch doet, die heeft echt een probleem. Tientallen critici, waaronder wetenschappers en journalisten, zitten in de gevangenis. En het internet en e-mail wordt streng gecontroleerd. In mijn zoektocht naar een internetcafé ben ik hierheen gestuurd. Het moet hier ergens zijn, om de hoek. Dus dan gaan we eens even kijken. Vooral ook om te weten hoe deze wereldstad nu verbonden is met de wereld. Of je echt alle websites kunt krijgen die je wilt. Thuiswedstrijd. Icon.nl. Oké, dat is geen probleem. Amnesty International. Ja, even kijken. So what does this mean? It says a website can't be displayed. Okay, but that is a diplomatic answer of. It means they block the website. Blocks or the problem. I don't think this the problem of the website itself must be the blocker. That must be the blocker. So Amnesty, no Amnesty International. Protesten bij tocht. Displayed. Okay, but that is a diplomatic answer of. It means they block the website. Blocks or the problem. I don't think this the problem of the website itself must be the blocker. That must be the blocker. So Amnesty, no Amnesty International. Protesten bij tocht met Olympische vlam in Parijs. Okay, ja, dan is hij weer geblokt. Dalai Lama. Blok. Dan ga ik gewoon eventjes Tibet indrukken.
Nou, na een kwartiertje internet kom je er wel achter dat je niet overal toegang toe hebt. Dus alles wat gevoelig is, dat is geblokt. Tibet met gevoelige onderwerpen, de Olympische Spelen plus de fakkel, websites van Amnesty, dat is allemaal geblokt. Dus deze wereldstad heeft wel verbinding met een deel van de wereld, maar precies dat deel wat de Chinezen uitkomt. En voor het overige krijg je een keurig briefje dat je op een of andere manier de website niet kunt vinden. Er zullen ongelooflijk veel Chinezen meedoen aan de Olympische Spelen straks. Maar er zijn er ook een aantal die van Oeigoerse afkomst zijn of vanuit Kazachstan komen en voor China uitkomen. En hier in deze sportschool gaan we een paar boksers ontmoeten die voor China uitkomen, maar van Oeigoerse afkomst zijn. Hi, I'm Paul. Nice meeting you. Hi. Hi. You're Uyghur, right? So you must be a local hero for the Uyghur people. And what does it mean to you that you represent the Uyghur people at Beijing? İntay yüzümden hoş bulan fakirinden ustazlarımdın. Biz komandı da kaballadın. Uyghurlar için, Cungo için, olimpikada yüzümüzden dövültülü boğatkan. Olimpikke katnışa alakımdın. Uyghurlara, Xinjiang halkına vekil boğalakımdın. İntay'ın hoş aldım. Is there a discussion in the team about the protests against the Olympic torch, the Tibet issue? In what way does that disturb your concentration? Bu işlerle alakası yok bizim. Şu aldık hem de. Allah eski adamlar da düşündük hem başıncılık halk başıncılık grup başında bir xil cəmiyyətin amanlığını buzub atqandan keyin onun üstünə hazır ən mühim vaxtda bizim dövlətə bizim 18-ci aydakı ki, olimpikə az qalanda aşınçılıq əskişlərin qığınığa həm də bir xil könlümüz sal ağır idi də indi onun üstünə amma adamın xiyalından da aş olimpikli olğandan keyin We've read in the newspapers that a small group of Uyghur people was preparing an attack on the Olympics in Beijing. How do you feel about that? No. It's political. I also like sports. Ja, hier staat dus een deel van het nationale Chinese boxingteam. En er zitten dus een aantal Chinezen bij, een aantal minderheden. En dat lijkt allemaal goed te gaan. De coach zegt het. Nou ja, en uiteindelijk gaat het om de gouden, de zilveren of de bronzen medaille. Berskus! 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 Hier langs deze drukke winkelstraat staan Oeigoeren tweedehands telefoontjes te verkopen. Het zijn mensen die geen werk hebben. En het is precies op deze plek dat ik een paar dagen geleden een jonge, kritische Oeigoer sprak. Die zag ons lopen met de camera. En die zei, het echte verhaal van de Oeigoeren krijg je niet voor de camera. We kunnen dat niet vertellen. Wij balen van die lage salarissen, van die hoge werkloosheid, van die tweederangs positie die we hier hebben. We zijn maar een kleine groep, terwijl we vroeger de meerderheid waren. En dat is ook wat je merkt aan de autoriteiten. Als er iets is wat gevoelig is, door Oeigoeren bijvoorbeeld, dan staan ze gelijk na een paar minuten op de stoep, alles te checken, mee naar het bureau, gezeur waar wij ontzettend van balen. En als je naar de staatsoliemaatschappijen gaat, of je gaat Olympische boxers filmen, wat ook leuk is, ja, dan word je geen strobreed in de weg gelegd.
What is he saying? No filming. 现在的外办海通知还没下来。什么工作证 ？Passport. He's in the car. They want to see our proofment document with stamps. 啊？我们要到那个，去到那个，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 
你想开哈呀？嗯，OK。你再说一下吧。不是，他意思是说他拿着给你看。 Het is toch opvallend dat als je een paar minuten hier in deze wijk van de Oeigoeren bent, dat is een slechte wijk, dat kan je gewoon zo zien, dat dan de politie na een paar minuten hier je vraagt om je papieren en gaat zitten zeuren en het werk frustreert. Terwijl als je in de goede wijken bent, ah, dan is er in geen velden of wegen één agent te bekennen. Ik dacht zo van de bank. We gaan op zoek naar familieleden van Rabia Kadir. Rabia Kadir is de moeder aller Oeigoeren. Zij is in 1999 vanwege een futiliteit het land uitgezet, woont nu in Amerika. Maar de Chinezen houden niet van haar, houden ook niet van haar familie. En dat is omdat ze het altijd opgenomen heeft voor de cultuur, de taal en de gewoontes van die Oeigoeren. En het is verdraaid ingewikkeld om hier in kritische nood te horen van de Oeigoeren. En misschien dat familieleden van haar, dat die in een restaurant ergens zouden willen praten. Achtergrondinformatie. We waren eerst met de camera. Ja, en na 20, 25 minuten staat er ineens een politieagent voor onze neus. En we moesten mee naar het bureau. Met een paar veiligheidsmensen erbij. Ja, dus ik wist werkelijk niet wat me overkwam. En het bureau was aan de overkant. Nou, dan worden de kopieën van je paspoort gemaakt. En dan gaan er drie mensen allerlei vragen aan je stellen. En Ying wordt bij dat gesprek betrokken. Wordt ook een beetje geïntimideerd om informatie te geven. Nadat ik keurig allerlei vragen beantwoord heb, heb ik wel gezegd van ja, moet je luisteren jongens, nu even één vraag aan jullie. Maar wat heb ik misdaan? Volgende bestemming, Langzhou. Het was niet goed uitgesproken. We gaan daar praten over het Tibetaanse vraagstuk. Kijken of dat nog lastiger wordt als hier in Urumqi. Als je één Oeigoer wil spreken. Ik spreek die monnik twee minuten. En op een gegeven moment, op het moment dat de camera uitstaat, begint hij te huilen en te huilen. En ook deze meneer begint te huilen. Ze beginnen allemaal te huilen. Er is zo ongelooflijk veel verdriet en het zijn misschien gevoelige mensen.
Maar er zit zoveel lading, er moet hier zoveel onderdrukking zijn, dat ze het gewoon niet droog houden. En ze houden het niet droog omdat ze zeggen, ja, we willen zo graag vertellen. We hebben ook zoveel te vertellen, maar we zijn bang, bang en nog eens bang.